Yo, kijkers van Yui, ik ben Mike en welkom bij een nieuwe aflevering, de derde aflevering van Shadow of Mordor. We gaan vandaag verder waar we gebleven waren, ja, niet letterlijk waar we gebleven waren. De vorige keer hadden we twee captains vermoord en Gollum achterna gegaan en toen waren we helemaal aan de andere kant van de map. Ik dacht, ik loop voor deze aflevering, want lopen is toch nooit zo interessant, loop ik vast naar de volgende missie toe. Daar zijn we nu, hij is nog 217 feet of meter, denk ik. Ik denk dat het hetzelfde is. Dus we gaan daar even heen. We gaan even kijken wat deze missie is, wat we moeten doen. Ik zie daar een arch staan, dus die gaan we even neerhalen. En dan gaan we kijken wat de missie is. Ik ben benieuwd. Er zitten hier orks aan de ding. Interessant. Spirit of Mordor. We gaan eens kijken naar het filmpje. Ik ben weer even stil. Of in ieder geval als het geladen is. Ranger. Come close if you want from that can. No slave scum. I'm pouring poison in your ear. Oh, but you cut these ropes. Right bag will tell you everything. Now what would you know that all these other dead orcs did? Go ahead, you bastard! Do it! I'll die, and you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your misery. No. I was just thinking. Look, those slaves are no match for the orc army. Their scheme's as rotten as barrel fish. Ratbag can teach you the ways of the orc. Ratbag can make your plan work. We're going to find out what you know. Oké. Okay. Oh, volgens mij hadden we deze captain al een keer ontdekt. Maar we gaan hem nu opnieuw ontdekken. Ik denk dat het gewoon nodig was voor deze missie dat je deze man ontdekt. Even op 2 drukken en dan weten we strengths. Ja, dat wisten we al. Ja, deze hadden we de vorige aflevering ontdekt al. Maar maakt op zich niet uit. Orks, jongen. Do not make me regret this deal. Marvelous. Now let's stop faffing about, eh? First, we need to take care of a certain captain and a few caragors. Come with me, Ranger. Hij dacht echt volgens mij precies hetzelfde als ik. Orks. Het is echt. Orks zijn, soms zijn ze echt van die klote dingen en het andere moment opeens deze is zo van, yo, ik wil iedereen neerhalen, laten we maar lekker met iemand van Gondor samen gaan werken, wat normaal nooit gebeurt. Somebody's got to take his place. Somebody like Ratbag. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Been prepared to step hard on his neck. Ah, Ratbag. How did you get free, scum? Okay, we gaan even dus Ratbag beschermen, maar ja, ze leren me dan dat je over de schilder heen moet springen om hem te halen, maar. He's a much easier target. We kunnen ook gewoon, de pijl in hem schieten, dus we hoeven helemaal niet op hem heen te springen. Look, me.
way. The ranger's meat is far more tender. Zo, daar zijn we ook weer klaar mee. Oh, we kunnen een ability unlocken weer. Ik wou deze wel, de Elf van Swiftness. Dat je ergens van afspringt en dat je opeens heel hard kan rennen. Lijkt me echt chill om te hebben. Dus die gaan we ook zeker even upgraden. En eigenlijk hebben we alle rating hebben we al. Just picture all these corpses is Gorov. Visualize your goals. Gorov's been out for Ratback for years. Smug piece of dung of his. We come to blows as far back as Ratback can remember. Still, Ratback never wins. Last time, he kicks Ratback into the Caragor pit. All the others laugh as the Caragor bats Ratback around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Wacht, hier is een toren. Die gaan we zo. Gorov keeps Caragors. Mag ik even pakken. Rumor has it, he'd unlock to get too close to him. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there. Never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Oh. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Okay, we gaan dus voor Gorov zoeken, maar eerst gaan we even deze toren. That's military genius, that is. Eerst gaan we even deze toren halen. Zodat we hier ook weer heel snel kunnen fast travelen, mocht het nodig zijn. Dus alles de toren hier, de Z-gedeelte hebben we nu ook. En we gaan nu op zoek naar Gorov. Volgens mij heet hij zo. Ja, Gorov. Gam Gorov's right up ahead. I'm salivating with anticipation. The drool of revenge. Oké, die is dood. Oh, ik had hem bijna neergeschoten en dan was ik misschien ontdekt. Oké, we gaan omhoog hier. En we gaan zoeken waar we heen moeten. Nee, niet daar, vooral niet daar. Nee, fuck. Oh, dat ging helemaal verkeerd. We hebben echt elke ork uit dit hele kamp op ons nu. Het idee was om op die archer te springen. Oké, fuck. Hij moet dood. En we hebben gefaald. Red niet. Het ging echt helemaal verkeerd op het moment dat ik naar beneden wou springen op die ork met de kruisboog. Hij dacht dat ik op een heel andere ork wou springen, het spel. En dus daarom mislukte de missie echt gewoon compleet. Maar we gaan het nog een keer proberen. We gaan het nu wel goed proberen te doen. Dat is logisch op zich. Ik denk niet dat je nog een keer zou proberen om het weer fout te doen. We gaan even hier langs, misschien net iets veiliger om omhoog te klimmen. Kleinere kans dat ze ons zien. En dan gaan we even die ork neerhalen. En nu wel goed. We kunnen hem nu ook gewoon misschien neerschieten. Met mijn boog gewoon. Misschien is dat wel echt een slimmer idee. Kijk. Oh nee, trouwens niet. Anders valt zijn lijk naar beneden. En dat willen we niet hebben. Of in ieder geval wil ik niet hebben. This looks like a good spot to get some shut eye. Gorov will kill you if he catches you napping. Gorov never comes here. He's always by the hunting camp. Gorov's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. Nooit op een ork vertrouwen. Fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Gorov's to work. Oké. Okay.
gaan deze... Oh, dit is die Elven Swiftness. We gaan deze... de beest bevrijden en dan gaan we proberen op te rijden. Dit is trouwens die ability die we hebben. Dat is dat we op die Caragors kunnen rijden. Maar we gaan hier dus proberen mee Goroth te vermoorden. Close. Now, which one of this filth is Goroth? Dat is Goroth. Goroth. Oké, we gaan hem halen. Hij gaat gewoon dood door zijn eigen beest. Hoppakee. Dat was een hele snelle kill. Maar je kon zien dat hij dus bang was voor Caragors. Dus dat hij daar aan dood zou gaan. Als je hem met zo'n ding zou bijten. Dus wat doe je dan? Dan ga je gewoon die gast bijten met zo'n Caragor. En Redback is omhoog gegaan. Hey, you two. I need you to take a body back to my tent. I'm gonna get me a trophy. Lijkt weer wat een beetje, dat beetje jammer. We're only doing this for Goroth. That's the filthy corpse I need you to carry. Now go, go! Say your fish. Be respectful. You dunghill worms! It'll be your ear next time! Ratbag is your captain now! Let's go take a gander. Yeah, and when you're done with that, I've got more bodies for you to carry. Meet me at the crossroads. An old friend there is about to lose his head. Hier gaan dus Redback's mannetjes om even de lichamen te halen. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. Oké, mensen, ik heb in wat ik zie een heleboel nieuwe missies. Volgende aflevering gaan we verder met de missies. Ik vind het een leuk spel. Ik hoop dat jullie het nog steeds ook een leuke serie vinden. In de volgende aflevering kunnen we of weer Redback gaan helpen. Of met Gollum iets gaan doen. Of hier iets bij die Hirgon. Die gast die we toen in de eerste aflevering hadden bevrijd. Kunnen we hier gaan iets mee gaan doen. Ik weet niet wat. Maar kunnen we in ieder geval daar ook wat gaan doen. Dus ik ga kijken wat we de volgende aflevering gaan doen. Ik denk deze. Dus meest dichtbijzijnse. Maar dat zien we dan wel. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een like achter. Abonneer op Huey. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Dus later mensen.